Ik ben Benoît Galland en wij staan hier in de Sint-Martinuskerk van Zaventem. En ik zal u een Vlaamse meester in situ tonen. Ik ben een kunstenaar. Ik heb 32 jaar in filmproductie gewerkt. En ik schilder ook, zoals mijn vader, mijn grootmoeder. Ik woon hier vlakbij, in het huis van Boyschot. Ferdinand de Boyschot was gouverneur van Brabant. En de Vlaamse meester werd door Ferdinand de Boyschot geroepen om hier een schilderij te maken voor de parochie Sint-Martinus. Terwijl de meester hier verbleef, werd hij verliefd op Isabella van Oppen. Hij heeft het schilderij dan hier geschilderd in mijn huis. En hij heeft zijn gezicht willen schilderen om een souvenir te laten aan Isabella als hij verder naar Italië ging om de Italiaanse meesters te gaan bestuderen. Sint Martinus deelt zijn mantel, is de titel van het werk. Op het schilderij zien we Sint Maarten die zijn mantel deelt met de bedelaars die daar op hun knieën zitten. En wie is feitelijk Sint Martinus? Van wie zou dat het portret zijn? In de werkelijkheid is dat een zelfportret van de Vlaamse meester, Antoon van Dijk. Uit het leven van de heiligen. Sint Maarten kwam als ruiter naar Gallië. Beroemd is het verhaal dat hij nog voor zijn bekering te paard Amiens binnenrijdend een arme man de helft van zijn mantel gaf. 'S Nachts verscheen Christus aan hem, gekleed in dat stuk mantel. Onder meer door dit voorval werd Martinus het symbool van de naastenliefde.